Hij is zo groot als het knopje van de lucifer. We hebben het over de teek. Ik sta naast Nico Arkes van Staatsbosbeheer. Hallo Nico. Hallo Gina. Wij zijn hier in het bosgebied van Hardenberg, midden in een mooi heideveld, tussen de jeneverbessen, mooi buntgras, pijpenstrootje, struikheide. Ideaal omgeving voor een heel klein beestje. De teek, zo groot als die lucifersknop, hè? Ja. Die je al zag. Daar hebben we het dus over, over de teek. Wat vertel je er, wat kun je er nog meer over vertellen? Nou, een teek, dat is een heel klein beestje die in meerdere cyclussen per jaar, of in meerdere cyclussen voorkomt. Het eerste jaar dan is een klein nimfje, dat is nog een heel klein rood ding. Die voedt zich voornamelijk op kleine zoogdieren, dus zoals muizen. Maar het jaar erop, dan gaat hij zich wat op grotere dieren, zoals vossen, dassen, maar ook mensen. En hij bijt zich vast en zuigt dan bloed uit zijn gastheer. En als jij dat bent, dan zuigt hij ook bloed uit jou. Maar het vervelende bijkomstigheid is van die teek, dat hij ook een vervelende ziekte over kan brengen, zoals daar is de ziekte van Lyme. En hoeveel van deze besmette teken zijn er inmiddels? Ja, ik durf daar eigenlijk geen goed antwoord op te geven. Maar ik denk dat je eigenlijk wel vanuit mag gaan dat gewoon alle teken besmet zijn. Daar moet je maar even vanuit gaan of dat waar is of niet. Laat me in het midden, want je kunt aan de buitenkant niet zien of een teek besmet is of niet. Oké, goed. Maar wat is dan verstandig om te doen? Ik denk op een zondagmiddag, ik ga lekker wandelen in het bos. Wat moet ik doen? Nou, jij bent het hele goede voorbeeld daarvan. Zoals jij gekleed bent. Ik zie dat je dichtere laarzen hebt, hoge laarzen. De broek ben je in de laarzen. Nou, fantastisch, dan kan de teek er niet in. Kleding gesloten. De boswachter die hier staat, eigenlijk ben ik een verkeerd voorbeeld, want ik heb dat niet. Ik heb dus geen gesloten. Ze kunnen bij mij gewoon naar boven lopen, dat zou je dus niet moeten willen. Ik heb mijn armen opgestroopt, er zou me zomaar beestjes op kunnen lopen. En in mijn kraag zou zomaar beestjes in kunnen vallen. Nou ja, ik loop dagelijks in het bos, ik werk al heel lang in het bos. En ook ik word gebeten door teken en daarvoor blijf ik niet uit het bos. Maar wat moet je doen als je gebeten wordt door een teek? Dat is veel belangrijker. Nou, als je in het bos geweest bent, lieve mensen, dan moet je altijd zorgen dat je 's avonds jezelf heel goed laat inspecteren. Leuker nog, als je met z'n tweeën bent, inspecteer elkaar. Even onder de douche, goed kijken in allerlei huidplooien of er ook een teek in zit. Want niet altijd als je gebeten bent door een teek, vindt een besmetting plaats. De besmetting vindt pas plaats als je het lichaampje, dat hij zich volgezogen heeft met bloed, dichtkrijpt. Zeg maar, als je in het lichaampje knijpt, dan spuit hij het er weer terug. Dus zolang hij alleen maar gezogen heeft, dan is er nog niks aan de hand. Maar bij het uithalen moet je dus voorzichtig zijn. Daar heb ik hier ook iets heel leuks bij mij. Kijk, ik haal hem er even af van het kaartje. Deze hebben wij in ons portemonnee zitten. Zoals je ziet, er zitten twee gaatjes in. Eentje kun je hem aan een kettingje hangen. Maar dit, hier moet je opletten. Daar kun je dus, als daar een teek zou zitten, hier, dan schuif je hem over de teek heen. En dan voorzichtig haal je het achter zijn lijfje en dan trek je het lijfje omhoog. Want als je het lijfje beetpakt, dan kun je het lijfje dichtknijpen en dan spuit je in feite het opgezogen bloed weer terug in je lichaam. En dan vindt de besmetting plaats. Oké, dus als ik het even mag kortsluiten. De besmetting zit in het diertje en je moet ervoor zorgen dat je het lijfje niet uitknijpt in je lichaam, maar dat het teekje in zich heel eruit gaat. Ja, bij het kopje weghalen en dan eruit halen. Mm-hmm. Nou, wat moet je dan doen als je gebeten bent door zo'n teek en je hebt hem eruit gehaald? Gooi het niet weg, bewaar de teek en plak die op een papiertje met een cellofaantje erover en de datum eronder. Mocht je dus wel rode kringen krijgen of toch last krijgt na een verloop van tijd, meld dan altijd bij de arts dat je gebeten bent door een teek en dat je het even onderzoekt of je ook eventueel besmet bent met Lyme. Dus er zijn onderzoeken naar om te ontdekken of je Lyme hebt? Ja, er zijn heel veel onderzoeken naar en er kunnen ook heel vervelende gevolgen. Niet toevallig, ik heb ook een collega hier, Jos Kloppenburg, die is Lyme-patiënt of geweest Lyme-patiënt, is behandeld ervoor. Zelf ben ik ook al behandeld voor Lyme, maar is met een antibiotica-kuur verholpen. Maar soms is dat niet genoeg, soms dan heb je te laat ontdekt of iets dergelijks en dan kunnen de tweede stadia's kunnen. Nou, maar ik denk dat Jos daar veel meer over kan vertellen, Jos Kloppenburg, over wat de gevolgen kunnen zijn van Lyme. Zullen we dat dan gaan doen? Lijkt me een goed plan. We gaan naar Jos. Bedankt Nico. Graag gedaan. Nou, ik heb een aardig stukje door het bos gewandeld en daar kwam ik Jos tegen. Jos Kloppenburg, hallo. Goedemorgen. Jos, we staan hier in het prachtige bosrijke gebied van de gemeente Hardenberg. Maar eigenlijk met niet zo'n mooi onderwerp voor wat jou betreft. Want ik heb begrepen dat jij Lyme-patiënt bent. Ja, dat klopt. Dat ben ik eigenlijk al een hele tijd. Na 5 maanden eigenlijk kwam ik pas achter dat ik het had. En dat spreek ik over 2009 dat ik de eerste verschijnselen had.
En pas in juni 2010 kwam het aan het licht dat ik Lyme had. Dus dat was al wat maanden verder. Ja, en Jos, kan je nog herinneren dat je daadwerkelijk werd gebeten door een teek? Ja, dat merk ik altijd bijna wel. Want elk jaar word ik wel door een stuk of 10, 12 keer gebeten door een teek. En ja, veel mensen die voelen het niet, maar ik voel het eigenlijk altijd, want ik weet hoe het voelt namelijk. Het is een venijnig, jeukend gevoel, wat je ook bij een muggenbult wel hebt, muggensteek zeg maar. Maar dit blijft maar doorgaan. Echt wat venijniger dan een muggensteek, vind ik zelf. Maar deze teek die jou besmet heeft, die is dus langer blijven zitten? Nou, dat denk ik niet, want eigenlijk constateer ik ze vrij snel wel. En zie ik ze altijd, als ik ze verwijder, dat ze nog geen bloed hebben opgezogen als zodanig. Ze worden nog niet dikker dus, zeg maar. Mm-hmm. Dus ze hebben wat dat betreft nog niet echt lang gezeten. Niet langer dan een dag in ieder geval. Maar dus toch lang genoeg om jou te besmetten? Ja, schijnbaar wel, ja. Ja, men zegt, en ik geloof ook wel dat het zo is, dat zeg maar, als je in principe een teek op korte termijn weghaalt, dus zeg maar binnen 24 uur, dat de kans op besmetting geringer is, klein is. Maar ja, toch schijnbaar is er bij mij wel eentje tussendoor geglipt die toch de bacterie heeft overgebracht. Ja. En Jos, wat waren nou de eerste verschijnselen die jij constateerde op een gegeven moment toen je ziek werd? Nou, ik was op vakantie in Frankrijk bij de kraanvogels kijken in Lac du Der en ik stond de volgende ochtend op ineens met een dikke enkel en voet, links. Ik denk, nou, dit is niet normaal. Het eerste wat al door mijn hoofd schoot was van, kan het Lyme zijn? Maar ik denk, ja, in de gewrichten wist ik wel, et cetera. Maar dit gecombineerd denk ik van, nou, ik weet het niet. Het was bijna ten einde van mijn vakantie en ik ben teruggegaan direct naar de huisarts. Ja, de huisarts die wist dat ik boswachter ben. En ja, die dacht ook van, ja, een of andere allergische reactie op een insectenbeet. En ik zei nog van, kan het geen Lyme zijn? Nee, ze vonden het geen Lyme verschijnselen, zeg maar, die combinatie. Dus, maar goed, achteraf bleek het dus toch wel zo te zijn. Maar toen was ik inmiddels wel 5 maanden verder. Had deze huisarts wel ervaring genoeg met Lyme? Ik schat in van niet. Dat is mijn eigen mening. Ik heb maar dat ook naar de hand, ja goed, op een gegeven moment raak je vertrouwen natuurlijk kwijt. Ik ben naar een andere huisarts gegaan en ik heb haar wel meegegeven van, neem dit mee als je zulke soort gevallen weer eens hebt. Hè, niet maar laten doorsukkelen, maar gelijk een bloedtest laten doen. Om er zeker van te zijn of het al dan geen Lyme is. Ja. Zou het ook zo kunnen zijn dat we 5 jaar geleden nog niet genoeg wisten van de teek en de ziekte van Lyme? Nou, toen wisten we ook wel best wel aardig veel ervan. Het wordt wel jaarlijks steeds meer natuurlijk. Ook omdat in het buitenland dat ook steeds verder gaat. Die lopen eigenlijk een beetje voor. Nog steeds op Nederland. Dan spreek ik over Duitsland, Oostenrijk, maar ik denk in Amerika ook. Maar ik heb ook het idee dat die onderlinge zeg maar, samenwerking en ook het verkrijgen van inlichtingen, van hoe gaan ze allemaal daarmee om, dat het niet gebundeld wordt. Dat ze tot één protocol komen als het ware. Maar iedereen doet zijn eigen ding, heb ik een beetje de indruk. Ook specialisten of ja, een groep van specialisten en die denken van die menen dat zij het dan weten. En een andere die doet het weer op een andere manier. En ja, zo kom je eigenlijk niet veel verder. Maar was het ook niet zo dat we eerst in het zuiden van het land eens een keer zo'n besmette teek hadden? En dat langzaam zo naar boven is gekomen, dat er steeds meer besmettingen kwamen? Dat is natuurlijk zo, maar dan spreek ik ook wel over langer dan 5 jaar hoor. Dat is echt al van langer geleden dat dat in opmars kwam. Maar goed, nu, we hebben nu recentelijk weer gehoord op tv ook van onderzoek wat gedaan is, de uitkomsten van vorig jaar. Dat er weer, wat was het, iets van 60-65% meer tekenbesmet zijn met Lyme. Met de bacterie dus zo gezegd. Stel je dus voor, je vermoedt, er is iets aan de hand. Het zou kunnen zijn dat ik een tekenbeet heb. Wat is je eerste stap om te doen? Nou, als je al het vermoeden hebt van, het zou wel eens Lyme kunnen hebben wat ik heb. Hè, en dan moet ik eigenlijk spreken over symptomen en dat is weer heel lastig. Want er wordt vaak gesproken over die rode kring die je krijgt. Nou, ik kan vertellen, in de helft van de gevallen die krijgen die rode kring niet. Ik heb het zelf ook nooit gehad. Dus ook in die zin nooit met zekerheid kunnen zeggen op voorhand al dat ik Lyme zou hebben. Dus dat is heel lastig. Maar vaak is het van, als je en vooral als je dan met een partner of met kinderen een gezinsverband ziet, dan zie je vaak al aan een persoon dat die langduriger ja, zich niet lekker voelt. Wat griepverschijnselen, af en toe wat koorts misschien. In een later stadium kun je ook dus gewrichtspijnen krijgen of zwellingen. Dat heb ik zelf ook gehad. En ja, daar moet je alert op zijn. En als je dat al constateert, niet aarzelen, maar naar de huisarts gaan van, wij zijn in de natuur of in het bos geweest of misschien in de eigen tuin. Daar kan het ook plaatsvinden, even goed. Niet twijfelen, maar vraag aan de huisarts van, ik wil graag een bloedtest laten doen, want ik heb het vermoeden dat. Okay. En wat is dan de behandelmethode? Nou, de behandelmethode, als je er vroeg bij bent, is eigenlijk een vrij korte kuur van een antibioticum. Maar goed, ook daar heb je weer dat de ene huisarts die schrijft 2 weken voor, de andere 4. Ik hoor van een reumatoloog waar ik zelf ook bij ben geweest, of eigenlijk nog onder behandeling ben deels. Die zegt van, het is nu al opgerekt naar 6 weken antibioticum geven.
En daarmee zou je ervan af moeten komen. Je bent nu dus eigenlijk al 5 jaar bezig met de ziekte van Lyme? Ja, zo'n beetje wel. Hè. Nu, 5 jaar, ja. En hoe is het nu met je? Nou ja, goed, ik ondervind nog steeds wel gevolgen ervan, heb ik het idee. Hoewel de specialisten zeggen van ja, we hebben de medicatie gedaan, ook met de knieontstekingen die ik naar de hand had. Dat is op zich wel weg, maar het is nog steeds niet helemaal lekker, zeg maar. En ik merk ook dat ik gewoon snel vermoeid ben nog steeds. En ook concentratieproblemen heb, bijvoorbeeld. En mijn geheugen is ook niet wat het was. Dus ik wil nog wel stappen ondernemen om te kijken of misschien via alternatief circuit, of ik daar nog iets mee kan bereiken. Want ja, ik wil er wel een keer van af en dat ik een beetje nog beter kan functioneren dan dat ik nu doe. Dus dat kleine beetje van die tekenbeet, dat hele kleine beestje, dat heeft behoorlijk veel invloed op jou gehad. Ja, dat heeft op mij veel invloed gehad. Dat is dus eigenlijk wat ik hier nu uit opmaak. Je kunt prima wandelen hier in de prachtige gebieden van de gemeente Hardenberg. Maar het is van groot belang dat je je goed laat controleren. Dat je goed kijkt of er een teken op je lichaam zit. Dan is er dus niks aan de hand. Precies, het is alert zijn. Het is niet op voorhand bang zijn van niet meer het bos ingaan. Absoluut niet. Gewoon lekker het bos ingaan. Maar altijd gewoon even controleren eind van de dag als je weer thuis bent. Of niet een teken kruipt. Als je kruipt is niks aan de hand. Gewoon weghalen en die kun je tussen de nagels kun je ze dooddrukken en beide vanaf. Zit die wel vast, goed verwijderen en mee naar de huisarts gaan. Eventueel als je dus verschijnselen krijgt de komende weken daarna. Dat je denkt van, er zijn toch andere dingen aan de hand dan daarvoor. Even controleren en laat een bloedtest doen. Hele goede les. Bedankt. Wij gaan nog verder even naar een dierenarts. Eens kijken wat de invloed van een tekenbeet op kleine huisdieren is. En ik wens je het allerbeste toe. Ja, dankjewel. We zijn nu in dierenkliniek Vegdal en ik sta hier naast een dierenarts, mevrouw. Saskia Silverbush. Ik ben dierenarts voor de gezelschapsdieren hier bij Dierenkliniek Vegdal. Ja. Ja. We hebben nu een item over de teek. Ja. En ik ben heel nieuwsgierig wat de teek bij huisdieren kan aanrichten. Ook huisdieren, met name honden, worden regelmatig door teken gebeten. Een teken die valt op de hond of op de kat en die zuigt zich dan vast. En dan kan het zijn dat die teek door het vastzuigen dat die ziektes overbrengt. En dat is het belangrijkste gevaar van teken bij dieren, dat ze dus besmettelijke ziektes kunnen overbrengen. Net als bij mensen. En is dat dezelfde ziekte, de ziekte van Lyme? De ziekte van Lyme is een van de belangrijkste ziektes die ze over kunnen brengen. Er zijn ook nog andere tekenziektes bij honden, onder andere Babesia en Ehrlichia. En die laatste twee ziektes komen in Nederland nog niet zoveel voor, maar ze zijn er wel al. Maar ziekte van Lyme is de bekendste ziekte. Ja. Wat zijn de reguliere behandelmethoden voor de kleine huisdieren om je te kunnen beschermen tegen deze teken? Je kan preventief het een en ander doen bij kleine huisdieren. Bij katten is er eigenlijk maar één middel op de markt wat een beetje werkt. En bij honden zijn heel veel verschillende middelen op de markt. En dat zijn banden, pipetjes, tegenwoordig zelfs een tablet komt er op de markt. Dus daar zijn meer dingen. Als een hond eenmaal gebeten is, blijft de teek vaak wel even zitten en valt hij er weer af als het middel zijn werk heeft gedaan. Dus het kan zijn dat je wel teken op je hond vindt, maar die horen er maar heel kort te zitten. Okay. En wat zijn de symptomen die een dier gaat vertonen als hij inderdaad de besmettelijke ziekte heeft? Als die ziekte van Lyme heeft, als we het over die ziekte hebben, dan zijn de symptomen erg vaag. En dat is hetzelfde als bij mensen, je komt er niet altijd achter. Op het eerste gezicht zie je het vaak niet, maar wat heel typisch is, is een kreupelheid en dan wisselende kreupelheid. Dus gewrichtsontstekingen aan meerdere poten. Tegenwoordig kunnen we preventief honden vaccineren tegen de ziekte van Lyme. Dat is een nieuwe entstof, die is net op de markt. Komt volgens mij ook bij mensen op de markt of is al op de markt. En dat is pas net sinds dit jaar, dus de ervaringen zijn nog niet helemaal duidelijk. Maar het belooft veel goeds in ieder geval om de honden te beschermen. Ziet u ook een toename van honden die besmet zijn? We zien wel een toename van het aantal teken, niet direct van het aantal besmettingen met ziekte van Lyme, maar het aantal teken neemt zeer toe, mm-hmm. Zeker dit jaar al. Ja. En is er een periode in het jaar dat de teek er meer is of dat er meer gebeten wordt? Het is vooral voorjaar, zomer, stukje najaar. Dus vanaf februari zie je teken, vroeger was dat meer vanaf mei, maar tegenwoordig zien we, ze hebben nu in februari hebben we al teken gevonden. Mm-hmm. Dus en we hebben een hele zachte winter gehad, dus dat is een beetje het probleem dit jaar. Wat zegt u nu als dierenarts, waar moeten mensen met honden op letten als ze het bos ingaan? Sowieso preventief iets doen tegen de teken. Nou, dat is dan de keuze van de eigenaar wat hij dan precies doet. En als de hond terugkomt uit het bos, gewoon de hele vacht goed afvoelen. Voelen tussen de haren op de plekken waar ze meestal zitten is bijvoorbeeld de kop. Dus bij de oren, rond de ogen, bij de neus. En goed in de oksels en de liezen kijken. En op het moment dat je hem ziet, eruit halen. We zitten in de huisartsenpraktijk van de Gouden Lijster en ik heb een afspraak met de huisarts meneer Meijer. Goedemiddag. Goedemiddag.
Wat fijn dat we hier vandaag even bij u mogen komen om te praten over de ziekte van Lyme. Nou, steek maar vandaan. Ik heb een lijstje, want het zijn zoveel vragen. Ja. Wat mij is opgevallen in het maken van deze reportage is dat mensen zeggen, huisartsen weten te weinig van de ziekte van Lyme. Wat is uw reactie daarop? Ik denk dat de ziekte van Lyme een lastige ziekte is. Hè. Dat bevindt zich tussen een scala van aan de ene kant natuurlijk ijzingwekkend veel mensen die gestoken worden door een teek, waar natuurlijk meestal niks mee gebeurt. En een klein aantal mensen die natuurlijk op de lange termijn akelige symptomen overhouden van de ziekte van Lyme. En met name dat laatste legt natuurlijk wel een zware druk op het feit dat tussen al die mensen met gelukkig helemaal niks, toch een enkele zieke patiënt zit. Ja. Nu zei u net al de symptomen. Waar moeten mensen op letten? Nou, laten we vooraan beginnen. Het begint natuurlijk met een teek. Dus het gaat er met name om dat mensen zich bewust zijn van het feit dat als ze in het bos, met name in het lange gras, geweest zijn, dat ze controleren of ze een teek hebben opgelopen. Want je kunt nooit zoveel punten scoren als op tijd de teek vinden. Misschien kriebelt hij nog ergens rond, dat je hem zomaar kunt pakken, dat hij nu eens gebeten heeft. Misschien vind je hem nadat hij net gestoken heeft. En als je hem dan verwijdert en het plekje schoonmaakt met wat jodium of alcohol, dan is de kans op verdere complicaties zeg maar nul. De problemen kunnen ontstaan als die teek langer zit. En we vinden hem dan. Hè, en uiteindelijk dan laat hij zich een tijdje vol met bloed en dan laat hij wel weer los, want dan wil hij zich verder voortplanten. Maar dan zou die bij dat zuigen van het bloed, bij het steken op een gegeven moment een Borrelia kunnen achterlaten. En daar zou je ziek van kunnen worden. Als dat zo is, dan zal er vaak na een week of drie een rode ring ontstaan ter plekke van de tekenbeet. He, dus een roodheid die zich verplaatst. Nou, en als dat zich voordoet, dan heb je zeg maar het eerste signaal van, hé, hier zou wel eens wat aan de hand kunnen zijn. En dat gaat dan uiteindelijk ook weer weg. En daarna komen dus al die dingen die gelukkig zelden voorkomen, maar wel heel akelig kunnen zijn. Zoals? Zoals, ja, dan kom je de categorie vage symptomen. En dan krijg je dus mensen die wat grieperig, wat naar zijn. In het ergste geval mensen die dus in zenuwen dat krijgen. Ja, dus dan krijg je. Het moeilijke is altijd vage klachten. Hè. Breek je ergens een been of heb je ergens een enorme zwelling of doet het ergens vreselijk zeer. Dan weet je vaak waar je kijken moet. Maar iedereen is wel eens moe, misselijk, een beetje naar. Ja. Wat zijn de onderzoeken die u als huisarts kunt doen om te ontdekken of het inderdaad de ziekte van Lyme is? Dat is een hele moeilijke. Hè, want het is niet simpelweg een kwestie van een buisje bloed en we weten het wel. Hè, want bij de onderzoeken die je doet naar de ziekte van Lyme, en dan moet je dus eigenlijk al. He, dan moet er eigenlijk al sprake zijn van mensen die dus inderdaad die rode ring hebben. Dus dat die ziekte zich wat ontwikkelt, zodat je lichaam ook de kans heeft gekregen om daar wat afweer tegen te ontwikkelen. Zodat er inderdaad ook dingen in het bloed aantoonbaar zijn. Moeilijkheid daarbij is alleen dat sommige mensen die het wel hebben, testen niet positief. En sommige mensen met wel een positieve test hebben, er is toch niets aan de hand. Dus dat maakt het niet altijd één op één een kwestie van een kleine bloedtest en we lossen het even op. En er is ook nog een onderzoek van hersenvocht? Jawel, maar dan zijn we dus al bezig met de mensen die in veel verdere stadia zijn. Dus dat is even niet de grote groep waar ik als gewone huisarts naar kijk. Nee. Goed. Wat raadt u iemand aan die inderdaad klachten krijgt en weet dat hij een tekenbeet heeft gehad? Wat gaat u dan vervolgens doen? Nou ja, de grote truc zit zoals gezegd bij het vinden van de teek, het op de kalender zetten van vandaag teek tegengekomen of weggehaald. Dan registreren van, goh, ik heb een rode plek en nou, dat klopt wel, want drie weken tot drie maanden geleden ben ik daar gestoken. Dus het herkennen van dat ziektebeeld is natuurlijk het meest efficiënt. Mm-hmm. Want die combinatie van gebeten door een teek en een rode ring, en daarbij misschien een beetje grieperig, kan heel erg wijzen op de ziekte van Lyme. En daar is in die fase simpel wat aan te doen. Is dat allemaal voorbij en zit je dan op een gegeven moment in die vage klachten en misschien wel ziekte van Lyme van het zenuwstelsel? Ja, dat is allemaal veel ingewikkeld. Dan moet je hersenvocht brekken, dat is meer werk voor neurologen. Dus je hoopt eigenlijk dat je dat niet krijgt. Maar ja, dan val je natuurlijk in de categorie patiënten met, laat ik voor het gemak zeggen, vage klachten. Waarbij je dus aan diverse oorzaken kunt denken.
en ook aan de ziekte van Lyme. En nou ja, zit dat dan in de hersenen, dan kom je natuurlijk bij een neuroloog terecht. Ben je meer algemeen moe, dan kan het zijn bij, dat je terechtkomt bij een internist of een reumatoloog. Dus dan ga je natuurlijk op basis van vage klachten zoeken in een mensenlichaam naar ziektebeelden die klachten kunnen verklaren, waar de ziekte van Lyme vaak een van een lang rijtje is. Ja. Op welk moment besluit u als huisarts om antibiotica toe te dienen? Je moet een zekere mate van waarschijnlijkheid hebben. Dus op het moment dat je de combinatie hebt van een tekenbeet en een rode ring, dan kun je natuurlijk simpelweg antibiotica gebruiken. Dat is niet zo moeilijk. Mm-hmm. Maar als het alleen iemand is die gebeten is en de teek snel verwijderd heeft en verder niks. Of als iemand op een gegeven moment gebeten is door een teek en 2 dagen later wat lokale roodheid heeft omdat er een teek gezeten heeft. Ja, dat is een ander verhaal. Dan zul je het meestal niet doen. Mm-hmm. Oké, dus het is eventjes aanzien wat er gebeurt. In de praktijk, ja. Hoe zit het met bloedtransfusies? Met iemand, dus bloed van iemand die besmet is met de ziekte van Lyme? Nee, het is niet een ziekte die zich in het bloed vermenigvuldigt. Dus de kans dat je dan toevallig een Borrelia bacterie meeneemt naar een volgende patiënt is klein. Ja. Dus we hebben altijd wel bacteriën. Die kans is klein. Eigenlijk, als ik het een beetje zo goed mag samenvatten, blijft het een vaag verhaal met de ziekte van Lyme. Dat is het ook. Dat is denk ik ook wat beangstigt in de ziekte van Lyme. Het feit dat je helemaal niet zulke duidelijke aanknopingspunten hebt. Dat het ziekten zijn die er vaak in eerste instantie heel grieperig uitzien. En ach, griep zien we allemaal wel eens langskomen. En we wachten een paar dagen, we gebruiken wat paracetamol en het gaat wel over. Maar als het dan niet overgaat, ja, dan zou je bij de huisarts aan kunnen kloppen van ik heb klachten van griep en het gaat niet over. En wat zou het dan kunnen zijn? En het is nu de week van de ziekte van Lyme, dus dan denken we daaraan. Maar er zijn natuurlijk een aantal andere ziektes die natuurlijk soortgelijke klachten geven. En ja, dat is mijn werk. Ja. Vindt u het nu dan ook alarmerend dat er steeds meer aandacht aan wordt besteed? Is er een toename van tekenbeten die leiden tot de ziekte van Lyme? De laatste jaren komt het meer voor. En alarmerend is relatief. Kijk, de zomer breekt aan, we gaan meer naar buiten, er zijn meer teken, we stellen ons er ook weer meer aan bloot. Dus het is goed dat mensen zich ervan bewust zijn. Maar voor de rest is het natuurlijk analoog aan wat er natuurlijk een paar jaar geleden was met sproetenbussen en vlekjes en de zon. Het zijn natuurlijk gevaren waarmee we moeten leren omgaan. Dus eigenlijk gewoon preventief mee aan de gang. Wat raadt u aan als mensen het bos ingaan? Als je op de paden blijft en je hebt alle ruimte, is de kans op een tekenbesmetting klein. Als je natuurlijk met blote benen in het hoge gras gaat lopen, is de besmettingskans veel groter. Ben je in het bos geweest en zou je denken van nou, ik zou een teken opgelopen kunnen hebben, dan is het natuurlijk handig om, ja, met name bij volwassenen in de liezen, tussen de billen, in de oksels, van die warme plekjes, daar houden ze wel van. In het haar kan het ook. En, ja, dan moet je eigenlijk de gewoonte hebben om daar te controleren. Daar scoor je de meeste punten. Goed, ik denk dat we ongelooflijk veel informatie van u hebben gekregen. Ik wil u hartelijk danken daarvoor. Graag gedaan.